Deze video bespreekt op een snel tempo de oplossing bij oefeningenreeks 1b. Het is daarom de bedoeling dat je eerst de opgaven hebt doorgenomen en ze hebt trachten op te lossen. De video wordt regelmatig onderbroken door toepasselijke theorievragen in meerkeuzeformaat. Bij het inboeken van de openingsbalans zoeken we in de opgave de activa elementen op en plaatsen deze aan de debetzijde van de journaalpost. Zo selecteren we ook de passiva elementen en plaatsen deze aan de creditzijde van de journaalpost. We boeken de bijbehorende bedragen in. Journaalpost 2 is een eenvoudige verkoopfactuur zonder kortingen of bijkomende kosten. We dienen enkel het btw-percentage van 21% toe te passen op de maatstaf van heffing. De btw zit vervat in het factuurbedrag dat we aan de klant aanrekenen. De btw die we van onze klant zullen ontvangen, dienen we later door te storten aan de overheid. En daarom vormt de btw bij verkoop een schuld aan de overheid. We maken de berekening apart voor beide types van geleverde goederen en sommeren nadien de bedragen. We boeken de verkopen van beide goederen ook elk op een eigen marnummer in als stijgende opbrengst aan de creditzijde. De btw stijgt als schuld aan de creditzijde. De vordering is een toename van het actief en boeken we aan de debetzijde in. Voordat je het btw-percentage toepast, trek je eerst de commerciële en ook de financiële korting van de prijs van de handelsgoederen af. Let op, van beide kortingen is enkel de commerciële korting direct verworven. Voor de financiële korting geldt dit niet. De klant dient namelijk aan bepaalde voorwaarden voor de betalingswijze of betalingstermijn te voldoen en het is op voorhand onzeker of de klant zich hieraan zal houden. We berekenen de btw alsof de financiële korting toch al verworven is, en daarom trekken we de financiële korting in onze berekening eerst af. Maar verderop tellen we ze er terug bij om in het factuurbedrag de korting nog niet aan de klant te geven. In het journaal boeken we aan de creditzijde de handelsgoederen in en voegen de schuld aan de btw-administratie toe. Aan de debetzijde plaatsen we de vordering en de commerciële korting als een opbrengst en daling voor de verkoper. Maar let op! De financiële korting is niet zichtbaar in de journaalpost bij de factuur, maar pas later bij de effectieve betaling. Deze transactie is het spiegelbeeld van journaalpost 2. In plaats van verkoper zijn we nu klant. Er spelen geen kortingen of bijkomende kosten mee. Er worden twee types van goederen aangekocht. De btw wordt ons aangerekend in de handelsschuld en zullen we daarom kunnen terugvorderen van de overheid. In de journaalpost worden de aankoopkosten op twee verschillende nummers aan de debetzijde ingeboekt. De btw is een stijgend actief aan de debetzijde. De schuld aan de leverancier boeken we aan de creditzijde in. In journaalpost 5 doen we een aankoop van goederen voor een bedrag van $10.000. Aangezien onze boekhouding in euro is uitgedrukt, rekenen we het bedrag aan de gegeven koers om naar euro. De kost, uitgedrukt in euro, wordt aan de debetkant ingeboekt. De schuld aan de leverancier plaatsen we aan de creditzijde. BTW laten we buiten beschouwing. In journaalposten 6 en 7 verkopen we goederen met het bijgeleverde transport. Deze bijkomende dienst wordt op de factuur apart vermeld. Merk hierop dat het btw-percentage 6% bedraagt. Let op, ook al wordt er ter plekke contant betaald, toch boeken we in een eerste fase een vordering op onze klant bij het journaliseren van de factuur. In deze journaalpost worden de goederen en het transport als aparte opbrengsten geregistreerd aan de creditzijde. De btw is een schuld aan de staat. De journaalpost wordt gevolgd door de betaling waarbij onze kas stijgt aan de debetzijde en de vordering verdwijnt aan de creditzijde. In journaalpost 8 verkopen we handelsgoederen aan een Nederlandse klant met een geldig BTW-nummer.
Hierdoor dienen we geen btw aan te rekenen in de transactie. We boeken de opbrengst aan de creditzijde in en de vordering aan de debetzijde. Journaal post 9 is het vervolg op journaal post 2, waarin we goederen verkochten en een vordering van €20.570 boekten. In journaal post 9 verandert de vordering van aard. De klant krijgt betalingsuitstel en accepteert hierbij het ondertekenen van een wissel. Daarom wordt de bestaande vordering weggeboekt aan de creditkant en de nieuwe wisselvordering geopend aan de debetkant. Journaal post 10 is het vervolg op journaal post 3, waarin we goederen verkopen met een financiële korting. Deze korting wordt nooit gejournaliseerd bij facturatie en is niet zichtbaar in journaal post 3. In de bijbehorende berekeningstabel lezen we het bedrag van deze korting af. Ze bedraagt €78,75. In journaal post 10 ontvangen we de betaling van onze klant met de toekenning van de financiële korting. Onze bankrekening stijgt aan de debetzijde en de vordering op onze klant verdwijnt aan de creditzijde. Het gunnen van een korting aan onze klant gaat ten koste van ons eigen resultaat en daarom boeken we een financiële kost aan de debetzijde ten belopen van €78,75 in. Dit wordt in mindering gebracht van onze ontvangsten. Journaal post 11 is het vervolg op journaal post 5. We grijpen even terug naar deze journaalpost. Hierin kochten we voor $10.000 aan handelsgoederen in Mexico aan. We hadden dit bedrag omgerekend naar euro. In journaal post 11 betalen we de helft van de factuur, of dus $5.000. Aan de koers bij aankoop stelt dit €3.606,20 voor. Vandaag betalen we echter aan een gewijzigde koers en zal er €4.224,76 van onze bankrekening afgaan. Dat is meer dan bij aankoop gedacht. De koers is voor zo'n €618 in ons nadeel gewijzigd. De openstaande schuld neemt af met de helft. De resterende schuld blijft uitgedrukt aan de initiële koers. In het journaal neemt bij betaling de bank af aan de creditzijde met $5.000 aan de actuele koers. De initiële schuld halveert aan de debetzijde. Het feit dat we vandaag meer betalen dan gebudgeteerd aan de initiële koers leidt tot een kost aan de debetzijde. Een van de bijzonderheden in journaal post 12 en 13 is dat het een verkoop naar een ander EU-land betreft, maar naar een particulier, zodat we toch de btw aanrekenen. Een tweede aandachtspunt is de financiële korting, die bij facturatie nog niet zichtbaar gemaakt wordt, maar pas geboekt wordt bij de effectieve betaling. En tenslotte boeken we niet rechtstreeks aan de kas, ook al betaalt de klant ons onmiddellijk. De effectieve betaling volgt in een bijkomende journaalpost, waarin we ook de financiële korting zichtbaar maken. Dit zagen we al eerder in journaal post 10. In journaal post 14 boeken we de verzekeringspremie in. Dit is een kost aan de debetzijde en een schuld aan de verzekeringsmakelaar aan de creditzijde. Er is geen btw van toepassing op verzekeringspremies. In journaal post 15 wordt de betaling geregistreerd. De kas daalt aan de creditzijde en de schuld neemt af aan de debetzijde. Journaal post 16 en 17 bouwen verder op journaal post 8. We kijken even achterom. In journaal post 8 factureerden we een verkoop voor €3.000 aan een Nederlandse klant en rekenden geen btw aan. In journaal post 16 betaalt de klant, zodat onze bankrekening stijgt aan de debetzijde en anderzijds de vordering aan de creditzijde afneemt. De bank rekent aan ons bankkosten aan, waarvoor we in journaal post 17 kosten toevoegen aan de debetzijde en de bank laten dalen aan de creditzijde. Journaal post 18 bouwt verder op journaal posten 5 en 11. Herinner je onze aankoop voor $10.000 in Mexico? Deze schuld hebben we voor de helft betaald in journaal post 11. Nu betalen we de resterende $5.000. Deze openstaande schuld bedraagt €3.606,20 in onze boeken. $5.000 vandaag is echter €3.519,89 waard. Dat is minder dan onze openstaande schuld, wat gunstig is voor ons.
De bank daalt met $5.000 aan de creditzijde, maar we boeken het actuele bedrag in euro in. Omwille van de betaling daalt onze openstaande schuld naar nul. Dit registreren we aan de debetzijde. Ten slotte voegen we het koersvoordeel als opbrengst toe aan de creditzijde. In journaalpost 19 betalen we de huur rechtstreeks uit de kas, zonder factuur. Er is geen btw van toepassing op huur en we laten de kas dalen aan de creditzijde. In journaalpost 20 kopen we verpakkingsmateriaal aan. En is er daarentegen wel btw van toepassing? En passeren we via een schuld aan de leverancier aan de creditzijde. Bij de afsluiting van de BTW doorlopen we alle journaalposten. We halen eerst de terug te vorderen bedragen op uit journaalposten 4 en 20. Vervolgens zoeken we alle door te storten bedragen op de gebruikte rekening 451 op. Deze komen we tegen in journaalposten 2, 3, 6 en 12. Daarna maken we de som van beide kolommen. De door te storten som is de grootste. We constateren dat we €1.822,99 zullen moeten betalen aan de BTW-administratie. Op de openingsbalans stond nog een oude waarde van €4.500 aan terug te vorderen BTW. Indien het mogelijk is om dit bedrag mee in rekening te brengen, zullen we BTW kunnen ontvangen in plaats van te betalen.